Een IJmeer-verbinding van Almere naar Amsterdam die alleen maar bestaat uit een metrolijn en een fietspad. Kan dat? Of moet er misschien ook een autoweg bij? Over die vragen sprak de gemeenteraad gisteravond. Verschillende partijen bleven hameren op hun wens om in te zetten op een autoverbinding. Onder wie VVD'er Mark de Kuster. Het gaat ons niet alleen om de autoverbinding, het gaat ons om de hele bereikbaarheid van Almere. Wat er namelijk staat te gebeuren tot 2050 is dat er in Flevoland op dit moment zo'n 110.000 woningen staan gepland. Dat is dus meer dan heel Almere nu. Ja, dat kunnen we natuurlijk niet oplossen met één extra metroverbinding richting Amsterdam. Mark de Kuster van de VVD. Er waren ook gemeenteraadsfracties die het juist prima kunnen leven met alleen openbaar vervoer en een fietspad, zoals Jaap Steenkamer van GroenLinks. Kijk, er is een business case voor die openbaar vervoerverbinding. Die betekent gewoon dat mensen vanuit Almere makkelijker, sneller op in Amsterdam kunnen zijn, maar ook op andere plaatsen kunnen zijn, bij hun werk kunnen zijn. En we zijn als GroenLinks, als je dat het principiële deel zou noemen, er natuurlijk voor dat er wordt geïnvesteerd in goed openbaar vervoer. Jaap Steenkamer van GroenLinks. Het college van burgemeester en wethouders van Almere is ook van mening dat een autoweg niet hoeft. De kans dat het Rijk geld uittrekt voor de metro is stukken groter. Wethouder Roelie Bos. Maar de vraag is even welke wegvariant, welke autovariant wil je dan kiezen? En de IJmeerweg, zeg maar, is niet de oplossing. Want dan heb je het eerste stukje wel dat je door kan rijden, maar vervolgens sta je gewoon bij Amsterdam weer in de file. En dat levert in zijn totaliteit maar 1% winst op. Ja, daar gaat echt niet meerdere miljarden in gestopt worden door het Rijk om dat voor elkaar te krijgen. Nee, maar dus dan moet je kijken hoe je de autoverbinding op andere manieren beter kunt maken. Maar dus niet een autoweg over het IJmeer vlak langs die treinverbinding. Nee, precies. Want dat laatste dat gaat hem niet worden. Maar zeker moet het op tafel blijven. En daar moet je ook afspraken over maken. En dat kan denken we ook hoor. Dus, gaat het niet worden, maar toch moet het op tafel blijven. Hoe moet ik dat dan zien? Ja, het alternatief moet op tafel blijven. Hè. Dus er moet een oplossing komen voor de weg. Ja. Hè, in de hele MRA-regio, want het is niet alleen onze verbinding die een probleem is. Er moet iets gedaan worden aan de verbinding. Ja, alleen zeg maar, de IJmeerweg, over de weg, zeg maar. Maar niet, dat maar niet. Is niet de oplossing. Nee. En toch wordt er dan hier door een aantal partijen nog gezegd van ja, daar moeten we toch nog voor gaan. Maar eigenlijk ja, zegt u van dat. Het is gewoon geen haalbare kaart. Als je kijkt naar de kosten en datgene wat het oplevert. En dus ook voor Almere zelf eigenlijk niet, hè? En het is tegelijkertijd eigenlijk geen oplossing om niks te doen. Want ook zonder Pampus, want dat is wel gezegd, hè, van nou, dan doen we toch gewoon niks, dan gaan we gewoon Pampus niet bouwen. Maar ook zonder Pampus hebben we gewoon al een vervoersprobleem met de autonome groei van Almere. Dus er moet wel iets gedaan worden. Nou wordt er al jaren over gesproken, decennia misschien zelfs, over zo'n Almere-verbinding. Ja. Waar zitten we nu in het proces? Want het staat dus nu weer iets hoger op alle agenda's. Ja. Zijn al de. Ja, het is een langdurig proces, dat ben ik wel met u eens. We zitten nu wel aan de vooravond van of we het naar een nieuwe fase in dat MIRT krijgen. Hè, dat meerjaren infrastructuurprogramma. En als we het als regio eens worden, dan kunnen we die nieuwe stap gaan maken. Dan gaan we naar echt een verkenning. En dat zou mooi zijn, want ja, dan zit je al echt aan de vooravond. Maar er moeten echt nog wel meerdere dingen gerealiseerd worden hoor. Ook de financiën en alles wat erbij komt. Maar je moet het eerst als regio met elkaar eens zijn. En dan kunnen we een nieuwe stap maken.